Dat is Silvio Proto. Ik hoef je niet al bij Beerschot, want die speelt daar nu wel voor Anderlecht. Ze pakken hem gierig eens. Hoe dat hem hier vindt op Beerschot. Wat? Hoe dat hem hier vindt op Beerschot, omdat hem eigenlijk nog eigendom is van Anderlecht. Hoe is dat museum? Is zien? Ja, beter. Ja. Het is beter dan bij andere mensen. De sfeer is beter. Okay, het is meer relaxed en op training we pakken meer plezier. En het is goed. En hoe vind je dat de supporters je ervan aanvaardt? Want in het begin waren ze toch een beetje tegen. Ja, maar nu alles is oké. Ik zie hier dat de supporters zijn helemaal achter de ploeg. En het is een supporter dat elke supporter altijd weet dat de club zal winnen. Maar het is niet altijd zo, maar blijf positief en achter de club, 100%. En dan hoop je binnenkort misschien ook nog beter dan bij de Rode Duivels. Ja, Stijn nu is eerste doelman, ik ben tweede. En misschien waarom kan ik misschien één keer spelen. En ik zal misschien doen, maar we weten het niet. En weet je wat je volgend seizoen gaat doen? Terug naar Anderlecht of hier blijven? Ik heb nog geen idee. Ik ben zeker dat ik moet terug naar Anderlecht voor administratief, maar ik weet het niet dat ik niet terugkom hier. Binnenkort spelen jullie op Anderlecht. Ja. Ga je de supporters groeten? De supporters van Anderlecht zijn altijd positief met medic. Maar we zullen zien, als ze winnen daar. Ik weet het niet als ze zijn nog positief. We zullen zien. Heb je zondag naar de wedstrijd gekeken, Anderlecht Standaard? Nee. Het was een vrije dag voor mij. En elke vrije dag ik zie geen voetbal. Oké, hoeveel is de eindigen jullie dit seizoen? Wat is? Quelle position? Aan de fin de saison. Onze positie? Ik weet nog niet, maar als we zijn zo bezig, we kunnen ik denk Europees spelen. Maar de stand nu is, als je wint twee keer, je bent in de goede positie. En als je verliest twee keer, je bent op de degradatie. Zo, we zullen zien. Oké, bedankt. Heel veel proberen.